Jonas, is dit wat ze noemen een jongensdroom? Ja, yeah, for sure. Um, I mean, every footballer, or every striker dreams about this. Uh, if, you, if you make your debut, that you score. Uh, today, uh, it happened. And uh, I'm, I'm uh, totally excited. So I'm pretty happy about it. In de tweede helft ging je warm lopen. En op een gegeven moment werd één speler aangewezen. Die gaat erin komen. Hoe zeker wist jij, dit is mijn moment? I wasn't sure. I thought uh, it's uh, someone else. I thought it's uh, Isa. Um uh, then uh, they told me no, no, it's you, it's you. Then I was uh, looking to the coach again and he said, "Yeah, Jonas, you have to come." And I was uh, uh, running back to the bench. I was excited to come in. And yeah, today it went good. goed. Yeah. En wat werd jou verteld? Ballen verlengen met het hoofd? Ja, yeah, I need to play in the ball. I let, uh, need to let the players around me run. So uh, today the one-one was a little bit like this. I got the ball on my head. I headed it further to to Isa. Uh, he didn't score, but in the end the uh, result was a goal out of the situation. So uh, it went uh, like they said. Yeah, and you can also over meepraten, scoring in stadion Galgenwaard Yeah, now uh, I can say it. I'm pretty happy about it. So it was a really nice moment for me today. I I could really enjoy it uh, after this win. So um. I'm happy. Yeah. Er zijn niet veel spelers in de eredivisie die bij hun eerste balcontact met de voet gelijk scoren. Ja, yeah, I touched it a little bit uh, earlier with my head, but yeah, the first touch uh, with my foot was the goal. So, um, no, not many people can say it, but uh, yeah, in my case it uh, it happened like like you said, and uh, yeah, it's perfect, yeah. it's perfect. Yeah. Ben je ook vaak uh, bedankt door je teamgenoten? Ja, yeah, after the game they came to me and said. Uh, nice uh, that you scored and ja uh, yeah, because i know it was a really important win today um, uh, last week we couldn't uh, win the game uh, against Willem II uh, where we was where we were playing better today we were not playing that good but we won in the end uh, there you can see the result is the most important thing and today we won and i'm happy that i could het the team with this yeah. als utrecht in uh, de slotfase nog iemand nodig heeft die de wedstrijd openbreekt dan kunnen ze jou brengen ja, vandaag. Het was zoals je zei. Het was this: Ik was hopen dat ik iets kan veranderen. Vandaag I ik dat En dat is heel leuk. Dat ik iets kon veranderen. En ja, maar ik wacht gewoon for de volgende chance. Ik heb net even voor je gevraagd, maar uh, is het nou Dennis Haar of is het nou uh, Rick Kruis die jou heel graag in het veld wilde zien komen? Het was Rick Kruis die zei: We moeten met Arweiler gaan spelen. Ja, ik hoorde het eerder in uh, sommige interviews. Ze zeiden me dat uh, Rick zei: ja, ik denk dat we moeten veranderen. Of we moeten Jonas Brunnen um, inbrengen. Ik ben heel blij met deze beslissing. Uh, ik denk dat het de juiste beslissing was. En het is leuk, ja. Rick uh, krijgt er wel een knuffel van je. Ja, als hij nog hier is, misschien krijgt hij er een. Maar ik weet het niet.